Het is dinsdag 9 september. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Leefbaar Rotterdam sluit de rijen. Veel schade bij ramkraak in Oud-Beijerland. En het lekkerste bakkie koffie haalt u in Dordrecht. En het weer voor morgen, Ed Alders. Ook op woensdag moeten we rekening houden met veel bewolking. Af en toe zou de zon ook nog wel even tevoorschijn kunnen komen. Het blijft erbij vrijwel overal droog. De temperatuur die komt uit op een koele 17 à 18 graden. Maar er is een weersverbetering in het verschiet met hogere temperaturen. Straks meer daarover. Rotterdam heeft nog steeds een stadsbestuur. Het zag er even somber uit, omdat Leefbaar Rotterdam uit elkaar dreigde te vallen door interne verdeeldheid. Maar die problemen lijken voorlopig opgelost. De fractie van Leefbaar maakte gisteravond bekend dat ze het weer met elkaar gaan proberen. Niemand stapt op en er komt dus geen afsplitsing. In het geheim kwamen de fractieleden van Leefbaar gisteravond bij elkaar in Zalencentrum Lommerijk in Rotterdam-Hilgersberg. Na afloop vertelde fractievoorzitter Anton Molenaar dat volgens hem de crisis is bezworen. Er is een zeer zwaar moreel appel aan de groep gedaan. En iedereen heeft zich hier vanavond aan geconfirmeerd, letterlijk met de hand opsteken. De partij kwam in ernstige problemen na de zogenoemde wethouderscoop in mei. Toen een deel van de Leefbaar-fractie niet voor de voorgedragen wethouder Ingeborg Hoogveld stemde, maar voor raadslid Ronald Snijder. Vorige week stapte fractievoorzitter Wilson op en lekte er een interne e-mail uit waarin een Leefbaar raadslid de partij vergeleek met een rottend kankergezwel. Ook partijleider Joost Eertmans trok gisteravond het boetekleed aan. Ik zeg ook helemaal niet van dat heb ik allemaal zonder fouten gedaan. Ook ik zal mijn fouten hebben gemaakt. Ik zeg alleen wel bij, we zijn het allemaal met elkaar eens dat we verder gaan. De Leefbaarleden hebben gisteravond moeten beloven de vuile was niet meer buiten te hangen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de interne problemen ook echt voorbij zijn, zeggen de oppositiepartijen. Het is een stukje voor de bühne, dat kun je zien. Alles wat er gebeurd is, wat ik heb gezien, is een stukje voor de bühne. Ik bedoel, de grootste criticaster, Renier de Jong, die was er niet eens op die vergadering. Dus ik denk dat er ook helemaal niks opgelost is. Kijk, in elke fractie is altijd wel eens een keer spanning. Dat moet je bij elkaar praten. Het is ook niet makkelijk. Maar het is een teken aan de wand als dat allemaal naar buiten komt. Dan blijkt het toch dat de mensen die problemen hebben onvoldoende gehoord worden in hun eigen fractie. En bij het Rotterdamse stadhuis verslaggever Mirjam de Winter. Mirjam, jij was gisteravond bij het Zalencentrum Lommerijk. Leefbaar belooft opnieuw beterschap, maar gaat dat lukken, denk jij? Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Ook als je bedenkt dat ze dat een paar maanden geleden ook al hebben beloofd en daar is echt niks van terechtgekomen. Denk inderdaad maar eens aan die uitgelekte e-mail van Leefbaar raadslid Reinier de Jong, waarin hij dus zijn fractie vergelijkt met een rottend kankergezwel van 6 maanden en zegt dat de fractie bezig is met een zelfmoord. Nou, daaruit blijkt wel dat de problemen echt heel ernstig zijn. Dus wat dat betreft hebben die oppositiepartijen eigenlijk wel een punt. Ja, ook al is een reactie misschien voorspelbaar. Maar als we naar gisteravond kijken, dan moesten dus al die fractieleden met 2 vingers in de lucht zweren dat ze niet meer met de pers zouden praten en dat ze de vuile was niet meer buiten zouden hangen. Maar ja, daarmee is die was nog steeds vuil, kun je wel zeggen. En vervolgens is er helemaal niet gesproken of is er niks bekendgemaakt over hoe ze nou echt al die interne problemen gaan aanpakken. Want dat zijn er nogal niet wat. Dus wat dat betreft zeg ik, en ik vind het vervelend om nu cynisch te zijn, maar eerst zien en dan geloven. Dankjewel, Mirjam de Winter. De ramkraak die afgelopen nacht is gepleegd bij een herenmodezaak in Oud-Beijerland heeft grote schade veroorzaakt. Er is voor duizenden euro's kleding meegenomen en de pui is zwaar beschadigd geraakt. De ramkraak lijkt goed te zijn voorbereid. Toch zijn de daders herkenbaar in beeld gebracht door de bewakingscamera's. Het was goed georganiseerd, denken wij. Daar is gebruik gemaakt van een auto en degenen die binnen zijn gekomen hebben niet in de auto gezeten. Hebben in de buurt gewacht, dat zie je ook op de beelden, dat ze van een andere kant komen aangelopen. En uiteindelijk zijn ze op vermoedelijk 4 scooters vertrokken. Mede-eigenaar Job Damme woont zo'n 100 meter van de zaak. Hij heeft niets gehoord van de ramkraak die in de nacht van maandag op dinsdag werd uitgevoerd. Ter plaatse aangekomen tref ik een auto die in brand staat. Dat is de auto die ze gebruikt hebben om de pui te forceren. En tussen melding en ter plaatse zijn, nou, ik denk dat daar heeft voor mijn gevoel maximaal 3 minuten tussen gezeten. Ze wisten precies waar ze moesten zijn. Ik kan me zo voorstellen als jij een donkere winkel binnenkomt en je moet op zoek gaan naar producten.
dat je niet weet waar je moet zijn. Dus wij weten heel erg zeker dat deze heren al eerder binnen zijn geweest. En het vermoeden is heel erg sterk dat dat afgelopen zaterdagmiddag geweest is. Kun je eens uitleggen waar je dat vermoeden op baseert? Omdat wij, het werk wat wij hier doen, doen wij heel lang. Je ontwikkelt een bepaalde intuïtie, denk ik. En je voelt op een gegeven moment heel goed aan wanneer mensen de winkel binnenkomen die hier niet thuis horen. De daders zijn nog voortvluchtig, maar wellicht hebben ze toch een steekje laten vallen. We hebben heel goed beeldmateriaal, omdat we hier permanent opnames maken en bewaren. Dus ik hoop dat we daar verder mee komen. We wachten het af. En straks aandacht voor een wereldkampioen uit Zwarte Waal. Het is ook nog nooit voorgekomen dat een land 4 keer achter elkaar won. Voorwaarts, ik moet even op mijn paarden gaan letten nu. Voorwaarts, braaf. In een uurtje op de fiets van Dordrecht naar Rotterdam. Dat is het idee achter de snelfietsroute F16 die vandaag is geopend. 3 miljoen kostte het nieuwe fietspad langs de Rijksweg A16. Maar of die ook echt snel is? Zo, in de startblokken. Ja. Voor de fietssnelroute. Wat vindt u ervan, meneer De Bruin? Nou, wij zijn niet helemaal tevreden. Oh, zullen we dat eens even gaan uitproberen, die fietssnelroute? Ja, komt-ie. Ik kom 8 uur aan, als u vast begint met fietsen. De snelfietsroute is een ideaal uit 2010. Een rechte lijn rood asfalt tussen Dordrecht en Rotterdam, waardoor de fiets een serieuze concurrent van de auto zou worden. Want het is gezonder. Daar heb je zo'n argument. Goedkoper. En vooral sneller. En sneller. Nou, dat sneller is, daar zet ik mijn vraagtekens bij. Want op de snelfietsroute tref je nogal wat obstakels. Dit richtingbord is nog niet bijgewerkt. Hier staat Rotterdam nog in de richting van Zwijndrecht Centrum. Terwijl we tegenwoordig achter het station langs mogen. Obstakel 1. Obstakel 1, verkeerde wegwijzer. Obstakel 2, de oversteek zelf. Waar we als fietsers vorm moeten verlenen aan de auto's. Gaan we verder? Ja. Van Hartje Dordrecht naar Hartje Rotterdam is het 21 kilometer. Een pittige tocht van een uur op een gewone fiets. Maar op een elektrische fiets doe je dat in mum van tijd. De woon-werkforens kan natuurlijk die 15 kilometer met een elektrische fiets makkelijk aan. En die 21 kilometer ook. Tenminste als je niet wordt opgehouden door haaientanden, voorrangsborden, verkeersliften en keer op keer een bocht. Obstakel 3. Mooie kwaliteit asfalt, maar met een aantal bochten waarvan je je afvraagt of die niet te voorkomen zouden zijn geweest. 3 miljoen euro hebben de lokale en regionale overheden op tafel gelegd voor de snelfietsroute F16. En dan moet ik ontzettend diep nadenken wat er allemaal gebeurd is. Ja, er is een stuk afgesloten, er is een stuk fietspad nu, echt fietspad, langs de A16. Ik heb ook het idee dat die 3 miljoen dat die nog niet volledig uitgegeven zijn. Obstakel 4. Daar mag je harder rijden als automobilist, terwijl er minder plek is voor fietsers. Dat is vreemd. Kan het nog wat worden met die rechte lijn rood asfalt voor snelfietsers? Natuurlijk, als iedereen zijn schouders eronder zet en wij vooral blijven ageren, dan denk ik dat het er op den duur wel is. Maar het zal even tijd kosten nog. Het is nog niet klaar. En de stadsregio geeft in een reactie toe dat er nog het een en ander moet veranderen aan de snelfietsroute. De komende maanden gaat dat gebeuren. De lekkerste koffie van Nederland drink je in Dordrecht. Horecavakblad Miset reikte gisteravond de eerste prijs uit aan Lunchroom Koffielicious. Onze verslaggever Marlies Harting vertrok vanmorgen direct naar Dordt om te proeven. Volgens het juryrapport maken ze hier koffie waar je gelukkig van wordt. Nou, een beetje geluk kunnen we altijd gebruiken, toch? Goedemiddag, de beste koffie van Nederland. Nou, ik wil wel een cappuccino alsjeblieft. Dat is het. Let coffee hot. Be sure you make a lot. I'll make a lot. Your coffee hits the spot. It hits the spot. So keep that coffee hot. So keep it hot. I love your coffee pot. I love your pot. So keep that coffee hot. So keep it hot. Just got my pay today. Just today. But ja, dat is lekkere koffie. Zeker weten. Maar bij Koffielicious gaan ze ook niet over één nacht ijs. Ze zochten een half jaar naar de allerlekkerste koffieboon. En vonden die in Venetië. Het is een melange. Het zijn verschillende soorten bonen, wel allemaal Arabica. En zij branden al die verschillende bonen op verschillende temperaturen. En zo krijgen zij dat de combinatie, de melange, altijd op zijn allerlekkerste is. En lekkere koffie maak je niet alleen met goede bonen. Vergeet niet... Melk is ook echt super belangrijk. Wordt echt heel erg onderschat. Steeds minder gelukkig, maar ja. En dan heb je nog nodig heel goede barista's en
Een moeder die geweldige taarten bakt. Vroegen wij natuurlijk, hoe krijg je die zo lekker? Een echte geheim kan ik natuurlijk niet verklappen. Maar het is allemaal met liefde en met veel plezier gemaakt. Met passie, denk ik. Op de redactie Clay Ruperti. Clay, de zoektocht van Excelsior heeft even geduurd, maar de Kralingers hebben een nieuwe keeper. Ja, Gino Coutinho is zijn naam. Die hebben we in de afgelopen jaren vooral leren kennen als de keeper van ADO Den Haag. Maar bij die club vertrok hij vorig seizoen. Coutinho moet nog wel medisch worden gekeurd op Woudestein. Dat gebeurt morgen. En als dat allemaal goed gaat, dan gaat hij een contract voor een jaar tekenen. Vooruitlopend daarop trainde Coutinho vandaag gewoon alvast mee. En hij was niet het enige nieuwe gezicht op de training. Naast Gino Coutinho valt ook de aanwezigheid van Eriksson Danso op. De aanvaller is na zijn vertrek bij FC Dordrecht vorig seizoen transfervrij en krijgt minimaal een week om zich aan trainer Marinus Dijkhuizer te bewijzen. Zichzelf bewijzen zal Coutinho niet meer hoeven te doen. De komende week moet vooral blijken of de doelman fit genoeg is om te spelen tegen Vitesse. Coutinho verliet ADO Den Haag vorig seizoen omdat hij toe was aan een avontuur. Ja, het leek me leuk om bijvoorbeeld in het buitenland, weet je wel, een mooie competitie bij een club is in de keuken te gaan kijken. En gewoon een hele andere ervaring, andere competitie, andere cultuur. Maar dat is wel voorbij gekomen, maar dat was de sportief gewoon niet aantrekkelijk. Kun je dan zeggen dat je hebt gegokt en verloren? Nee, tuurlijk. Ja, het is niet zo dat dit uiteindelijk hetgeen was waarvoor ik ADO heb verlaten. Dat begrijpt iedereen natuurlijk wel, maar het was wel gewoon iets van plan B, weet je wel. Ik bedoel, je wilt in eerste instantie iets en als dat niet komt, dan is dit gewoon iets wat dan heel goed in het andere plan gewoon past en ook bij mij gewoon past. En misschien viel het je op, Suzanne, dat het wat rustig was op het trainingsveld van Excelsior. Dat heeft ermee te maken dat een aantal spelers vanmiddag een oefenwedstrijd speelden met Jong Excelsior. Dat deden ze tegen Jong Sparta en Jong Excelsior won met maar liefst 6-2. En dan gaan we fietsen. De Rotterdamse Zesdaagse heeft een nieuwe wedstrijdleider, Clay. Ja, het is niet heel verrassend. Michael Zeilaert is de nieuwe wedstrijdleider. De Zesdaagse was op zoek naar zo'n nieuwe wedstrijdleider omdat Ahoy vanaf komende editie de Zesdaagse zelf gaat organiseren. In het verleden werd samengewerkt met Frank Boulet, maar van hem is afscheid genomen als wedstrijdleider. En dus moesten er nieuwe worden gevonden en die zoektocht leidde al snel naar Michael Zeilaert. Nou, we kennen Michael en Joop Zeilaert en Leontien Zeilaert natuurlijk al lang. En zij waren ook een van de mede-initiatiefnemers en grondleggers aan de terugkeer van de Zesdaagse in 2005. Leontien Zeilaert van Morsel had toen ook haar afscheid na het beëindigen van haar carrière in Ahoy bij de Zesdaagse. Dus dat contact is eigenlijk altijd gebleven. En toen wij op zoek waren naar een nieuwe naam, was eigenlijk voor ons die stap heel logisch om aan Michael de vraag te stellen of hij interesse zou hebben. Ja. En gelukkig reageerde hij daar meteen ontzettend enthousiast over en hoeft hij er eigenlijk niet over na te denken. Iedereen blij dus. Het is nog even wachten op die eerste zesdaagse onderleiding van Michael Zeilaert. 2 januari, dan is het zover. En wij zijn weer blij met jouw bijdrage. Dankjewel, Clay Ruperti. En we sporten nog even verder met Menner Koos de Ronde om precies te zijn. Dit weekend werd de inwoner van Zwarte Waal voor de 4e keer op rij wereldkampioen. Met het Nederlands team pakte hij de titel bij het WK Vierspannen. De Ronde is inmiddels terug op zijn boerderij en geniet volop na. Ja, dat is altijd wel weer gaaf hoor. Je hoopt het natuurlijk altijd wel en we hadden natuurlijk eigenlijk met het Nederlandse team heel sterk gereden het hele jaar al, maar het is altijd wel gaaf als hij hier op het podium staat. Zo, hij is eraf. Een WK zoals we nu gereden hebben is 3 onderdelen. Het is een samengestelde menwedstrijd, het is een dressuurproef, een marathon en een vaardigheidsproef. Dit is een vaardigheidsparcours. We zien oranje kegeltjes met een geel balletje. Die staan, hebben een heel parcours van 20 poorten wat je binnen een bepaalde tijd moet rijden. Oeh, ja, dan moet ik even opnieuw doen. Nou, weet je wat het nu een beetje was? Ik had nu helemaal geen voorwaartse drang. In wezen is het een stap moeilijker. En dan de beste over die 3 dagen, die wint.
voor de vierde keer op rij, toch? Ja, voor de vierde keer op rij. Dus dat is wel bijzonder. Dat is ook nog nooit voorgekomen dat een land vier keer achter elkaar won. Maar ja, ikzelf had natuurlijk iets meer verwacht. Zeker naar Aken, waar ik derde was geworden. Dus op dat moment baalde ik ook wel en er had ook meer in gezeten. Alleen achteraf gezien, zesde op een WK is toch, is toch wel goed. Voorwaarts, ik moet even op mijn paarden gaan letten nu. Voorwaarts, braaf. Oeh, oeh. Hallo. En het ging allemaal goed, kunnen we u vertellen. Dat was het weer. Meer nieuws vindt u op onze site, rijnmond.nl. Ik wens u nog een fijne dag verder.